Ik wil dat jullie vandaag voor mij een cupcake cup gaan maken. Die afgedecoreerd wordt met chocolade. Inderdaad, maar hoe maak je die nou zelf? Bespetter een reep plastic folie met witte cacaoboter, even laten uitharden en bestrijk de folie dan met paarse cacaoboter. Kijk. Leuk. Dan draaien we een cornetje. Nou, die gaan we vullen met paarse chocolade. En dan gaan we daar puntjes mee zetten op het velletje met cacaoboter. Zo. En nou komt de truc. Je houdt hem gewoon omhoog. Klein beetje schudden. En dan zie je dat de chocolade iets uitloopt. En dan krijg je blaadjes. Hier. Nou, dan gaan we nu de bloem monteren. Zo, dat is de basis. En dan heb ik hier koelspray. Eigenlijk stikstof in een flesje. En dat zorgt ervoor dat de chocola heel snel hard wordt. Kijk, dat is de basis. En dan gaan we één voor één gaan we de blaadjes vastzetten. Ik wist echt niet dat je zo een bloem kon maken van chocola. Ik vond het heel bijzonder en ik vond het echt super mooi. Ja, echt heel knap. Nou, dan heb ik hier de cupcake cup nagemaakt. Nou, om het dan af te maken, gaan we er nog wat blaadjes bij steken. Ja, mooi. Ja. Super mooi. Zo.